Ik weet niet wat je gaat doen hoor. Ik denk, ik kijk lekker om me heen. Meid! Nou, meid! Oh, hoe gaat het? Blijf zitten, ik knuffel je. Hi! Fijn je te zien, lieverd. Ja, jou ook. Welkom, welkom. Ja, dank je. Heerlijk. Je hebt een lekkere bank. Dit is een lekkere bank, hè? Hij is goed. Hij is goed. Hij is actieve houding. Ja, je kan gewoon lekker zo, maar toch relaxed. Nou, dank je voor deze uitleg. Dit is nodig, want bij dit programma hebben we actieve houding nodig. Ja. Want de mensen zitten met dingen en wij gaan ze behandelen. Lieverds, leuk dat jullie kijken. Dit is Nicolette. Deze meid draait al een tijdje mee en is niet bang om een sprongetje te wagen. We leren haar kennen als de knappe Bionda in de kinderhitserie Soep. Maar haar hart ligt naast acteren ook bij het helpen van mensen ver over de grens. Toen mocht ze zelfs een keer aan de tafel bij RTL Late Night. Goals. Toen zij zelf ook een keertje hulp nodig had, besloot ik meteen hulp te bieden, want zo ben ik. In dit programma krijgen we echte vragen van echte mensen over echte struggles. Ja, dat vind ik leuk. Ik dacht, jij gaat dingen verzinnen om mij een beetje hier te testen. Nee, maar dit is echt. Het is echt met namen. Ja, soms zeggen mensen ook anoniem. Ja. Dus we beginnen met de eerste. Lieve Nienke, ik zit op dit moment in een break-up en ik ben er elke dag nog kapot van. We houden heel veel van elkaar, alleen we maken heel veel ruzie. Nu weet ik niet zo goed wat ik moet doen om weer een beetje bovenop te komen. Ik luister elke dag jouw nummer zo mooi. Ik haal daar veel troost uit. Maar ondanks dat mis ik hem heel erg. Alleen ik kan niet voor iemand gaan die niet 100% voor mij gaat. Wat moet ik doen? Ja, dit is een gevalletje slijtage. Dus moet je gewoon iedere dag slijt het een beetje meer, denk ik. Ik vind het wel zielig. Het is sneu. Want het is echt sneu. Maar hoe gaaf voor jou om te horen dat ze zoveel steun uit je muziek haalt. Zeker, dat is toch echt mooi. Dat is heel fijn. Ja. Ook leuk voor de streams ook. Maar ik denk wel dat op het moment in de liefste lied denk je echt, ik kom nooit meer hierbovenop. Dat denk ik altijd. Dit wordt nooit meer normaal. Ik blijf voor eeuwig heartbroken. Heb jij het wel eens echt heel erg gehad? Ja. Echt? Jij? Medium rare. Eigenlijk. Oh. Ik denk dat ik wel misschien degene was die er een punt achter zette. Maar dan doet het nog steeds pijn, hè? Want wat zij ook zegt, weet je, je wilt elkaar loslaten, maar tegelijkertijd hou je nog van elkaar. Het is best wel ingewikkeld soms. Wat helpt, is leuke dingen doen, je gedachten verzetten. Afleiding zoeken. Afleiding zoeken, ja. Praten met je vriendinnen. Gewoon de hort op gaan, niet thuis gaan zitten, precies. Niksen. Nee, dat zou lekker, ik ook niet een lekkere doen. Cocktails. Cocktails, dat inderdaad. Dat helpt altijd. Zeker. Accepteer dat het ook pijn doet. Het mag ook pijn doen. Dat is heel normaal met liefst verdriet. Zij weet dat niet, ik weet dat wel. Beste Nienke, ik vind mijn collega erg leuk. Meer dan leuk zelfs. Ik weet alleen niet zo goed hoe ik het moet aanpakken. Ik weet namelijk ook niet of hij mij wel ziet staan. Op werk zoeken we elkaar wel altijd op en hebben we fijne gesprekken. Alleen buiten werk is dat helaas niet zo. Ik wil graag een move maken, maar ik ben bang dat hij mij straks helemaal niet leuk vindt. Hoe moet ik hiermee omgaan? Help me. Die move maken. Nou, ze moet die move gaan maken. Je gaat niet wachten. Je gaat niet wachten, want dan ben je straks alleen. Nee, dat is absoluut waar. Rustig opbouwen, oogcontact maken, toevallig tegelijk koffie zetten. En flirt iets meer. Ja. Het werkt. Ja, zeker. Ja, als een blok. Mannen zijn heeft zo. Ons ook gewerkt. Zeker. Ja. Nou, ik deed niet. Nee, maar je had wel goede flirtage. Nou, ik deed echt, Hoe deed jij dat dan? Ik heb 3 keer gekeken, toen dacht ik, nou, nu heb je gezien dat ik wel... Dat je kijkt. Dat je kijkt. Maar je ging dus wel goed kijken. Ja, ik ging heel goed dat kijken. Dat moet zij ook doen. Heel goed kijken, diep in de ogen. Ik probeer ook niet te knipperen. Lieve Nienke, ik vind dit heel vervelend, want niemand wil antwoord geven op mijn vraag. Waar komen slakken in hemelsnaam vandaan? Ze zijn er ineens als het slecht weer is, maar waar zijn ze als er geen regen is? Ik hoop dat jij mijn vraag wel wil beantwoorden. Ik vind dit zo'n goede vraag. Ja, ja. Ik vraag het me dus ook af. Weet jij het antwoord? Ik denk de bosjes. De bosjes? Daar ga je nooit in. Nee, maar zodra die regen komt, dan denken zij, gaan ze. Mijn dochters zoeken altijd slakken. Om wat mee te doen? Gewoon leuk, die vinden slakken geweldig. Gaan ze dan zo die steeltjes zo aanraken, die gaan zo naar binnen zo? Nee, niet. Het is gewoon even over hun hand laten lopen, het fascineert ze. Ja, bijzonder. Slijmerig. Slijmerig. Maar waar zitten ze? Waar komen ze vandaan? Even zien. Ik denk dat dit een gevalletje is. Google het even. Ja. Heb je je telefoon hier? Google het. Ja. Waar zit de slak? Waar zit de slak verstopt? Waar leven slakken? SchoolTV. De tuinslak. Ook krijg je een video. Vaak goed zoeken. Maar als je onder de bladeren en tussen het gras kijkt, heb je hem zo gevonden. De tuinslak. Hier, dat zeg ik. In de bosjes. Ze heten dan wel tuinslakken. Maar ze leven ook op andere plekken dan in de tuin. Je komt ze ook vaak tegen in het bos, tussen de struiken en bijvoorbeeld in hoog gras.
Duinslakken zijn gemakkelijk te vinden als het warm weer is. Vooral in het voorjaar en in de zomer dus. Regen. Je vindt ze ook vaak als het ochtend. Uit, genoeg, ik weet het. Dus, ja. Ze zegt hier slak, maar misschien bedoelt ze wel naaktslak. Want die fuckers komen echt alleen maar als het regent. Die vind ik zo irritant. Je denkt, ik sta op iemands roggel. Sta je op iemands lijf. Je voelt hem helemaal... Ik krijg daar dus nu kippen van, hè? Geen grap. Ik krijg daar kippen van. Nou, waar komen ze vandaan? Ik weet het niet. Maar ik denk gewoon uit de natuur. Iets met groen en takken. En als het regent, ja, ze vinden regen gewoon heel fijn. Ja. Omdat hun vochtpeil, dat is heel belangrijk. Lieve Nienke, ik ben al bijna 6 jaar een alleenstaande moeder en ik heb weinig tot geen vriendinnen. Ook mijn liefdesleven is een achtbaan en mijn ouders zijn niet bepaald zorgzaam. Ook spreek ik mijn vader en mijn moeder weinig. Ik voel me dus best vaak alleen. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet aanpakken om mij minder eenzaam te laten voelen. Heb jij een oplossing? Nou, allereerst respect voor haar als alleenstaande moeder. Goed gezegd. Dat is zo. En als je dan niet de support krijgt vanuit huis, of in ieder geval vanuit het nest, zoals je dat zo voelt dan, weinig contact en dat ze niet zorgzaam zijn. Ik wil niet zeggen dat dit niet zwaar is, hè, want dit lijkt me pittig. Ja, heel. Maar tuurlijk, het is fijner dat ouders vierkant achter je staan en vaker aan jou denken dan andersom. Dat is het lekkers. Maar als het niet zo is, moet je eigenlijk maar denken, ik heb altijd mezelf nog. Ja, en je kindjes. Ze heeft er kindjes. Ja. Of kind. Kindjes. Heeft ze één of meerdere? Staat dat? Nee, ze zegt alleenstaande moeder. We weten niet meer. Nee, we weten niet meer. Maar als jouw kindje jong is, dan heb je niet de gesprekken met die je misschien zou willen hebben met je ouders. Dat is waar. Dat is waar. Maar probeer te ontdekken dat het geluk vanuit jou binnen altijd nog... dat is altijd nog de hoogste vorm van geluk. Als je van jezelf echt optimaal houdt en achter jezelf staat. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik dit best wel heavy vind, hoor. Zo, echt hoor. Weet je wat wel eens goed zou zijn? Ga op een teamsport. Ontmoet je meteen leuke mensen? Ja, dan ga je een teamsport, want dan moet je het samen doen. En dan tref je mensen waarschijnlijk ook een beetje dezelfde leeftijd, et cetera. Ja. Want ik snap dat je in je eentje niet in een café gaat zitten kijken of iemand dan voel je ook een beetje opgelaten. Ja. Sport is een goeie. Ja, iets met een teamsport. Ja. En als je geen sporter bent, dan vindt Nicolette, dan moet je... toch de kroeg ingaan. Hi Nienke, ik ben een 6 VWO'er en ik zit ergens mee. Al heel lang weet ik wat ik met mijn toekomst wil, namelijk fotograaf worden. Maar nu zit ik helaas met het probleem dat ik nu al 2 jaar een soort van vastzit op een plek waar ik niet wil zijn. Het gaat me steeds meer tegenstaan en ik ben gestrest en ongemotiveerd. Helaas moet ik wel een diploma halen, anders kom ik ook niet op de opleiding die ik wel wil doen. Hoe kan ik dit examenjaar volhouden? Heb je tips hoe ik het voor mezelf leuk maak? Wat veel informatie, ik wil het bijna even nog een keer horen. In het kort, ik zit op het 6 VWO en ik zit ergens mee. Ik wil fotograaf worden en daarvoor moet ik deze opleiding doen. Maar die vind ik echt boring. Maar ik moet hem wel doen, want die volgende is belangrijk. Oké, dus 6 VWO moet even afgemaakt worden. Ik ben ook verward weer. Nu zit ik helaas met het probleem dat ik nu 2 jaar een soort van vastzit op een plek waar ik niet wil zijn. Maar wat voor plek? Ja, wat voor plek? Waar ben je, lieverd? Is de deur op slot? Wat bedoel je? Ik snap er helemaal niks van. Ik snap het niet. Stel, je bedoelt VWO en je vindt die klas niet leuk of je vindt die school niet leuk. Even doorbijten, kom op. Wat is nou 2 jaar op een leven? Hoe knap VWO. Ja, wees blij dat je dat haalt. Ja, Jesus, ik had dat niet hoor, jij? Nee, ik vond andere dingen leuk. Ik ook. Pauzes en zo. Ja. Dus, nou ja, als die VWO op zak is, dat is helemaal top. Dan stroom je zo binnen op zo'n fotografieopleiding. Ja, doorbijten. Dat is echt wat ik zeg. Dit is een gevalletje doorbijten. Want wanneer je jong bent, denk je echt, zo lang moet ik nog naar deze school, zoveel vakken. Dat is echt, ik ben al bijna vergeten weer hoe het ging. Laat je helemaal achter je. En neem een camera mee naar school. Ja, begin daar te fotograferen. Wie weet kan je wel een soort expositie op school houden of zo. Boring kids. Board kids. Board kids. Board kids, hier. Ja. Beste Nienke, ik ben een meisje van 13 jaar en ik vind een jongen leuk. Oh. Het nadeel is alleen dat hij in een andere klas zit. Met de meiden uit de klas ben ik goed bevriend en door hun ken ik hem ook wel een beetje. Mm. Heb je misschien tips wat ik het beste kan doen, zodat ik hem een keertje met hem kan praten of afspreken? Is 13. Is dit een gevalletje? Ik denk volg hem op Instagram, DM hem. Dat zou ik doen. Maar ook op school, in de kantine, gewoon in dezelfde rij gaan staan, toevallig, een soort van. Maar jouw kinderen zijn al ouder, dus heb jij al Nee, jonger. Mijn kinderen zijn jonger. Dat bedoel ik, maar jouw kinderen zijn ouder, mijn kind. Dus jij zit dan meer in misschien de verkeringszone. Ja, maar Lola is 7, Kiki is 5. Net als die van jou, zeg maar. Maar die van 7, Lola is er helemaal niet mee bezig, hoor. Nee? Nee, eerder die van 5. Ja, Frenkie is ook... Ja, Frenkie ook, toch? Die vindt dat toch ook leuk, de aandacht van die mij. Ja, die vertelt allemaal dat ze hem willen zoenen op zijn mond. En dan moeten wij zeggen dat hij dat moet ontwijken en zo. Ja, wat een gillen, hè? Ja.
Ja, Kiki, oh, zou ik je een berichtje laten horen? Dat zijn met een vriendje aan het... Doe. Dit is ja, zo leuk, lief. Leuk. Kiki, dit die is de jongste van zit hem in de naam, hè? Kiki, het is een beetje de wilde... Ja, ja, de, je weet er alles van. Mm-hmm. Kind, om 10:30, doei. Oh, dat was dat ze hem ging uitnodigen. Wil je op mijn feestje komen? Zondag 7 juli. Doei. Hi, Kiki. Hallo, Seb. Hallo, Kiki. Zo zit het met elkaar. Wat aandoenlijk. Maar ik vind dat echt een ja, maar nu vind je dat dus aandoenlijk. Maar dan komt dus maar een leeftijd. Straks moeten we er niks van hebben. Dan wil je het niet. Dan vind je, ga weg. Leer je op je VWO. Maar voor waar waren we? Ja, sorry. We gaan een beetje met dwalen af. Waar waren we? Ga ervoor. Stuur een DM. Spreek hem aan. Van de meisje van 13 jaar, ja. Knipoog. Wat heb je te verliezen? High fives. Vraag of hij je dubbele Pokémon kaart wil ruilen. Ik weet niet. Er zijn zat aanknopingspunten die jij kan pakken. Ja, toch? Zeker. Lieve Nienke, ik wil eerst even zeggen dat mijn ouders de liefste mensen ooit zijn. Aww. We hebben helaas in de afgelopen tijd een hoop rotneus gehad, want mijn moeder is ernstig ziek. Het enige probleem nu is dat ze niet weten hoe ze moeten opruimen thuis. En ze hebben hier ook niet de motivatie voor. Hoe vaak ik het ook tegen ze zeg, het lijkt niet alsof het binnenkomt. En bij ze, hoe ongelukkig alle troep mij ook maakt. Ik heb het aan vrienden verteld, maar ook zij lijken niet te kunnen doordringen. Wat kan ik doen? Ik weet niet of ze broers of zusjes heeft, dat ze een soort taakverdeling kunnen maken of zo. Goeie. Ja. Ja, alle hands. Iedereen gewoon eventjes, hup, even meeknalt. En misschien je vader kan ook wel doen. Ik lees ook niks over zijn inbreng, inderdaad. Taakverdelingen maken eigenlijk. Gewoon wat je zegt, familiebijeenkomst en hup, schema's, wie gaat wat doen. Ja, ik vind het heel wel goed van je en ook wel sterk. Ik vind dat je... het lief ook, ja. Ik vind het heel lief. Maar je moet niet, het moet niet zo'n huis worden als van die hoarders. Nee, het moet niet onhygiënisch worden. Nee. Ik heb hier een vraag. En ook al vind ik dat er veel informatie uit je komt en uit mezelf, is deze toch lastig. Dus ik heb een hulplijn die ik inschakel voor de moeilijke. Ja, in ieder geval de... dus je voelt nu al dat we die moeten inschakelen? Ik ga die denk ik wel inschakelen. Oké. Okay. Wil niet zeggen dat wij niks ervan vinden en ervan over kunnen adviseren, maar ik ga nu eventjes bellen met schoonmoeder. Oh ja, leuk. Ja, ja, oh, dat vind ik heel leuk. Ja, toch? Ja, ik vind je schoonmoeder leuk. Leuk, goed zo. Ik ga er even bellen. Kan je nagaan dat het vroeger gebruikt werd, hè? Het lange. Ik kan me wel nog herinneren, hoor. Ja? Ja. En dan duurde het ook heel lang voordat iemand opnam. Oh. Hi, hallo, met Henna. Ja, hallo. De vraag, daar komt ze. Ik zit op een middelbare school en ik heb al een paar jaar een leuke vriendinnengroep. Maar sinds deze zomer drinken ze ineens. Dat vind ik op zich geen probleem, maar op feestjes draait het alleen nog maar om drank. Ik drink niet, dus ik kan ook niet echt meepraten. Ze bieden mij meestal ook meerdere keren op een avond alcohol aan, terwijl ze weten dat ik liever niet drink. Ik zit hier best wel mee en ik vind dit vervelend. Heb je tips hoe ik ermee om kan gaan en hoe ik tot ze door kan dringen? Ik dacht, ze staat drinken. Maar ze door kan drinken. Door dringen, ja. Dus, ja. Tips zijn welkom. Je drinken je zeker niet laten dwingen om mee te drinken. En je kan ook gezellig zijn zonder te drinken. En ja, als je je niet lekker voelt of fijn voelt in het gezelschap met alleen maar drank, want gezellig is het niet. Dan, als ze blijven drinken, dan moet je misschien nadenken of je nog met ze uit wil. De tip die ik je mee kan geven, probeer met ze te praten als ze nuchter zijn. Ik ben het wel eens met je schoonmoeder ook. Ja? Eigenlijk. Ja. Goed. Ja. Goed. Okay, ja. Dat is een goed punt. Beetje moederachtig. Ja, maar dat is wel belangrijk. Ja. Toch? Jij? Vind jij? Ik vind inderdaad goed van je afbijten. Dat zegt ze goed. Gewoon duidelijk en eerlijk zijn. Precies. Als het je vriendinnen zijn, begrijpen ze dat toch? Ja, toch. En je hebt ook de Mocktales. De Mocktales. Hoi Nienke. Iets meer dan 4 maanden geleden vroeg de jongen die ik al heel lang leuk vind mij of ik zijn vriendin wilde zijn. Ja. Natuurlijk zei ik ja. Want voor mijn gevoel ging het allemaal supergoed en ik was echt heel gelukkig. Maar uit het niets moest hij mij spreken en zei hij dat hij toch niet echt verliefd was. Nu zijn we een paar weken verder en altijd als ik hem op feestjes zie, staat hij me de hele avond aan. Oeh, creep. Ik weet niet wat hij wil en ik vind hem nog steeds superleuk. Van dat staren en niet praten word ik alleen maar gek. Heb je misschien tips wat ik kan doen? Ja, even... Dat is vermoeiend. Als zo die gaat staren, gewoon van hey. Hallo, contact. Ja, precies. Wat is er nou? Wat irritant. Oh, zou ik ook heel gek worden als iemand alleen maar zo naar je zit te staren en niks zegt. Beetje creepy ook. Ja. En hij wou toch niet meer, want hij was toch niet verliefd? Zit je naar hem te kijken? Je weet toch hoe ik eruit zie? Neem een foto. Ja, kijk daarnaar. Ik zou, weet je, hij houdt je aan het lijntje. Misschien wil hij gewoon een beetje een spelletje met je spelen.
Zo zijn sommige mensen, denk ik. Zo lekker duwen, aantrekken, duwen, aantrekken. Nou, gekheid weet je niet meer wat ze willen. Nou, ik weet het wel. Maar moet ze met hem praten, vind je? Moet ze wat zeggen? Ja, dat moet kan. Moet ze het even doorbreken? Dan kan... denk ik dat dat wel goed begin is. Begin met dat. Want ik ben altijd iets te rigoureus, merk ik. Begin met praten van, wat is precies het probleem? Waarom is zoiets. Het... Je gooit even een balletje op van, hoezo zit je steeds naar me te kijken? Je bent zo mooi. Ja, oké, maar je hebt het uitgemaakt. Ja, maar blijf mooi. Maar maak dan een foto van me. Heb ik ook thuis heel veel aan mijn muur. Nou, kijk daar dan naar. Maar ik zie je liever live. Dit wordt een moeilijk gesprek. Nicolette, dit wordt een moeilijk... Geoefend. We hebben nog geoefend. Jij kan dit overslaan. Ga meteen over tot rigoureus. Je gaat naar hem toe zeggen, luister. Als je nog één keer zo naar me staart, zorg dat je nooit meer kan kijken. Oh nee, dat is toch grof. Maar ik kom wel binnen. Nou, een soort van. Een soort van kleine dreiging. Ik weet niet of je wat aan hebt, maar ik vind hem lekker. Ik wil je bedanken. Bedankt voor je inbreng. Zit bedankt het er alweer zitten. Ja, wil je meer? Wil je meer? Tuurlijk. Ik vond het hartstikke gezellig. Ik heb nog geen kaasstengeltje weggetikt. Niks. Oef, neem. Ja, neem. Staan het er pas de hele dag. Lekker. Dus, nee. We hebben verse die. Lekker. Nou, ik wil je wel bedanken. Super fijn. Bedankt. Kijkertjes waren blij dat jij hier zat. Want dat hadden ze al meteen aangekaart hoor. Nadat we samen op het eiland zaten. Samoet op de bank. Dus de droom is uitgekomen. En die van mij. Bedankt voor het kijken. En Lobby. Kan je ook hartje maken met je handen? Hartje.